Het is wel heel mooi om deze reflectie hier in deze zaal te hebben. Ook onder andere door die middelste tekening. Dat zijn de kinderen die over de randen heen naar ons kijken. Het verhaal gaat dat dat heel bewust is getekend van wat je hier ook besluit. Dit gaat over de toekomst. Dit gaat over ons, kinderen en de volgende generaties. Dus ik denk dat dat heel mooi aansluit bij dit debat van vandaag. En sowieso is het natuurlijk bijzonder om dit in deze beetje archaïsche uitstraling van dit gebouw te doen. Maar laat je niet op verkeerde been zetten. Marijke vertelde het net al, de donorwet, ja, die is alleen maar aan de orde vanwege de voortschrijdende technologie van de orgaandonatie. En we zijn ook via de social media overstelpt met adviezen over wat te doen met deze wet. Dus we zijn helemaal bij de tijd als Eerste Kamer. Dank Tjalling voor het heldere inzicht dat je ons hebt verschaft en de ontwikkelingen en de implicaties daarvan, de vragen die we daar ons voor moeten stellen. Technologie is niet neutraal, geef je heel duidelijk aan. Het is al lang gepolitiseerd. Het is niet iets wat op zichzelf staat. En wat mij opvalt in jouw verhaal is dat doorslaggevend voor die technologische ontwikkelingen, dat allemaal verschillende partijen bij elkaar zijn. Dus het ligt niet uitsluitend bij de fundamentele onderzoeker, niet uitsluitend bij de toepasser, ook niet bij de markt, ook niet bij de overheid en ook niet bij de burger. Dus samen moeten we het op een of andere manier uitzoeken. En dat maakt het ook logischer dat het gevoel sterk leven, iedereen, we hebben er geen grip op. Het is natuurlijk heel fijn dat er niet één boeman is, dat niet één iemand het monopolie erover heeft. Maar het is dan ook wel onduidelijk op wie richt je je nou. Wie kan hier veranderingen in gang zetten, controle in gang zetten? Wie gaat nou over wat er gebeurt in onze samenleving? En misschien draagt dat ook wel bij aan het gevoel van ontmoediging die burgers ook wel eens hebben. Van greep kwijtraken op hun leven. Dus misschien dat op die manier die ontwikkelende technologie uiteindelijk misschien ook wel een beetje bijdraagt aan het verlies van vertrouwen in de politiek. En daarom is het juist ook heel goed dat we dan nu met z'n allen over nadenken van hoe werkt dat? Wat is de rol van de politiek, de mensen, de overheid op de ontwikkelingen in de technologie? Ik denk dat alle politici daar anders over denken. Marijke zei het net ook al, hè? Politici met een groot vertrouwen in de markt en een voorkeur voor een kleine overheid. Die denken misschien, ja, what's new? We hebben altijd al golven gehad van nieuwe uitvindingen en technologie. En dat is eigenlijk altijd wel goed gegaan. We passen ons daar wel aan. Maar ik denk dat er toch wel een verschil is met wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Lange tijd overheerste ook het vooruitgangsdenken. Hè, van het is goed voor ons, we hebben er baat bij. En nu overheerst er steeds meer een soort somberte. Van hoe moeten we ermee omgaan? Hebben wij er zelf nog wel autonomie in? En bovendien, Tjalling zei het net ook al, het gaat razendsnel op dit moment. En de ontwikkelingen van die technologie komen heel dicht bij ons persoonlijk leven, bij ons gedrag en misschien wel bij onze eigen perceptie van de samenleving. Dat is natuurlijk best wel een beetje eng. In ieder geval goed om over na te denken. Technologische ontwikkeling is er op tal van vlakken. Soms is dat ronduit positief. Als we nou maar even de gezondheidszorg kijken, daar gaan we het straks al over hebben. Je ziet enerzijds het SARS-virus werd ontdekt doordat wiskundigen op basis van algoritmes gingen zien waar de infectie vandaan kwam en konden daardoor dus stoppen. Het helpt ons algoritmes heel erg bij het diagnosticeren van ziektes. Tegelijkertijd lezen we deze week ook in de krant dat we tegenwoordig ons DNA op een stickje kunnen krijgen. Reuze handig natuurlijk, ik weet niet precies waarvoor, maar ik weet wel dat het risico's oproept natuurlijk. Uitsluitingsmechanismes misschien, je privacy die op straat kan liggen. Dus ook al zijn ontwikkelingen omstreden, soms gewenst, soms minder gewenst, we moeten er wel mee dealen. En Tjalling zegt ook heel terecht, schade beperken is niet meer genoeg. Dus we moeten een stap verder zetten. En wat mij betreft zetten we die door te onderzoeken in hoeverre we technologie kunnen democratiseren. En dat we zeggen hoe technologie dienend kan zijn aan de manier waarop wij willen leven en hoe we onze samenleving vorm willen geven. En dat gaat dan zowel op het individuele niveau als op het niveau van die samenleving waar we beslissingen nemen. Klinkt een beetje instrumentalistisch, besef ik nu, als ik het verhaal van Tjalling in gedachten heb. Maar het gaat ook wel heel erg uit van dat vereist dat we onze waarden duidelijk krijgen. Hè, wat willen we eigenlijk met de samenleving? En daar horen natuurlijk ook de ethische vragen bij. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe vinden we de overheid-burgerrelatie dat die moet worden ingevuld? En
ik denk dat dat vergt dus nadenken over inhoud, maar ook over strategie, hoe je dat bereikt. En ook over het proces van besluitvorming en controle. En vooral ook, nou ja, wat Tjalling ook dit gaat, technologie heeft ook een eigen leven, heeft eigen effecten, niet altijd voorzien. Dus daar moet je ook een proces van controle op houden, hoe je vinger aan de pols houdt, evalueert, zodat je ook die grip kan blijven behouden. Nou ja, en om maar eens gewoon bewijzen van voorbeeld de politiek van de agenda van GroenLinks te pakken. Heel willekeurig. Een fundamentele vergroening en verduurzaming, gelijke kansen creëren voor iedereen, onder andere ook door de kloof tussen arm en rijk te dichten. En die agenda geldt wat ons betreft ook van lokaal tot mondiaal niveau. Een overheid kan bepaalde technologische ontwikkelingen stimuleren of ontmoedigen en kan er zelfs ook in investeren. En het ontmoedigen of stimuleren doe je natuurlijk ook met het instrument van wetgeving, van regels stellen. Als je strenge normen stelt op het gebied van klimaat, energiebesparing, dan zal de markt ook technologieën gaan ontwikkelen die daarbij behulpzaam zijn. Want dat komt ze dan ook goed uit. Tegelijkertijd kan de overheid fundamenteel onderzoek ondersteunen, die klimaatambities helpen realiseren en armoede helpen bestrijden. En daarbij komt ook de globalisering natuurlijk om de hoek kijken. Dat staat ook niet helemaal los van technologie natuurlijk. Technologie heeft die globalisering enorm aangejaagd, zou je kunnen zeggen. Hè? Werk en plaats zijn losgekoppeld geraakt van elkaar. Beurzen, internationale beurzen zijn gecrashed, juist door technologische ontwikkelingen, algoritmes, computers die op hol slagen, ik zeg maar even kort door de bocht. Communicatie en vervoer zijn veel makkelijker geworden, dus het hangt heel nauw samen met elkaar. De politiek moet dus ook een antwoord hebben op de gevolgen van technologie. Hè? Dus dat is niet de technologie zelf, maar wat brengt het allemaal met zich mee, wat brengt het in werking? En als je dan naar globalisering kijkt, wat evenmin is tegen te houden, maar ook daar zou de overheid meer kunnen sturen op de wenselijke effecten. Ontwikkelingslanden zijn bijvoorbeeld extreem kwetsbaar voor markten en overheden die gebruik maken van die globalisering. En misschien zie je het vooral in de westerse wereld, zie je dat het ook de kloof tussen rijk en arm kan vergroten. En dat met name lager opgeleide mensen in het Westen het gevoel hebben de dupe daarvan te zijn. Nou, daar staat de overheid niet hulpeloos, machteloos tegenover. Ze kan met behulp van regels bijvoorbeeld ervoor zorgen dat bedrijven werknemers niet kunnen uitspelen tegen elkaar. En steviger afspraken maken natuurlijk over eerlijke handel en duurzame samenwerking met ontwikkelingslanden. En ik denk ook waar het gaat over bedreigd voelen door robotisering. Daar komen we straks met de workshop of het onderdeel over de arbeidsmarkt nog aan te voorstellen. Ook daar staat de overheid niet machteloos te kijken. Ook daar kun je zorgen voor een goede bedeling, deling van de arbeidsmarkt. En voor het zorgen dat werknemers niet de verliezer zijn van op het gebied van zekerheid, van participatie en noem maar op. Als je het hebt over armoedebestrijding, dan is het ontsluiten van kennis door technologie natuurlijk heel gemakkelijk gemaakt. En ik denk dat dat een hele belangrijke meerwaarde kan hebben juist voor een mondiale aanpak van het vergroten van kansengelijkheid. Die grotere toegankelijkheid draagt bij aan ontwikkelingsdoeleinden en gelijke kansen, zoals ik al zei. Maar nu zie je nog te veel dat wetgeving, machtsblokken, bedrijven daarop ook een hindermacht vormen. Omdat ze vanuit hun eigen financiële belangen die toegankelijkheid ook verminderen. En daar zou je als overheid kunnen zeggen, dat willen wij niet. Dan gaan we instrumenten op creëren om te zorgen dat kennis voor iedereen om te ontsluiten is, waardoor iedereen zich ook kan emanciperen en ontwikkelen. Dat is mondiaal, maar ook op het niveau van gemeenten en zelfs wijken moeten we zelf beslissen hoe we willen samenleven en hoe technologie daarbij ondersteunend kan zijn. Dat kan zijn op ruimtelijke ordening, participatiebeleid, de zorg. Tjalling noemde al de smart cities, hè? Heel veel eigenstandige burgerinitiatieven die ontstaan. En ook daar moet je die zeggenschap, denk ik, als overheid ook delen met burgers, maar ook met bedrijven, met markt en andere overheden. En ook dat begint met het inzien van wat er gebeurt, wat er gaande is, wat je zou kunnen gebruiken voor je doelen en daarover strategieën uiteenzetten. En ik denk dat elkaar heel erg kan versterken. Hè? De burgers met hun doe-neiging, hun attitude, dat is hartstikke goed.
Maar dan is het juist ook heel goed dat je een overheid hebt die daarin kan reguleren en inderdaad kan zorgen dat er niet sommigen ervan doorgaan met de hoofdprijs en dat anderen daar het nakijken hebben. Dan heb je een hele belangrijke regulerende werking. Ik denk als overheden op die manier, door juist die greep te pakken via de agenda, via de doelen en strategieën, als die gaan bepalen over het gebruik en de grenzen van technologie, dan draagt dat vanzelf al bij aan het transparante en democratische besluitvorming. Dus ook van het democratiseren van technologie. Maar juist denk ik wel, vanwege het grenzeloze karakter van technologie, kun je het misschien niet houden bij de traditionele verdeling van waar wij onze politieke besluitvorming hebben. De gemeentes, nationaal, Europees. Nee, technologie die trekt zich niks aan van grenzen, die feitelijk natuurlijk ook maar vrij fictief zijn. En daar moet je natuurlijk wel ook een antwoord op hebben. Hoe doe je dat? Ik denk door internet zelf bijvoorbeeld kunnen mensen al veel makkelijker meepraten, hun mening ventileren, meepraten over beslissingen. En vanuit de politiek wordt dat eigenlijk nog maar mondjesmaat gebruikt. Dat zou denk ik veel meer kunnen. We hebben in de partij hebben natuurlijk nu ook het streven naar deliberatieve democratie. Ik zou zeggen, daar zal internet gewoon een hoofdrol moeten spelen. En op die manier kun je ook zorgen dat je ook mensen onderling laat uitwisselen met elkaar. En ondersteunend kan laten zijn aan het denken binnen de partij. En ook social media zelf natuurlijk democratiseert op een bepaald moment of op een bepaalde manier. En zelfs repressieve regimes lukt het niet meer om hun eigen burgers af te sluiten van de buitenwereld. Dus op die manier heeft social media een enorme kracht. Maar natuurlijk is de sociale media, de inhoud ervan, niet altijd even verheffend. En er bestaan natuurlijk ook risico's van haatzaaien, brainwashen, desinformatie, inbreken in het privéleven en ook een opdringerige markt en de overheid. En net werd het ook al gezegd, 5 grote Amerikaanse bedrijven die monopolie hebben. En dat vergt ook een veel actievere rol van de overheid om te zorgen dat internet 1 vrij toegankelijk is voor iedereen, maar ook vrij van bemoeienis. En dat geldt zowel voor de bemoeienis door de overheid zelf, dus ze zal zichzelf moeten beperken, maar ook moeten zorgen dat bedrijven, markten gebruik kunnen maken van onze gegevens. En ik denk inderdaad dat je op EU-niveau daar goede regels over moet stellen, maar eigenlijk ben je daar niet mee. Want je ziet juist, als die bedrijven in Amerika zitten, ze kunnen ons zonder meer ook bereiken. Dus ook dat vergt weer eigenlijk naar een mondiale schaal gaan om te kijken of je gezamenlijk afspraken kan maken. Hoe moeilijk dat ook is. Bij democratie en de rechtsstaat draait het dus om agendasetting. Hoe willen we samenleven en hoe bereiken we dat? Een strategie om die doelen te bereiken. Het organiseren van controle, checks en balances, transparantie, monitoring, dus ook blijven evalueren en bijstellen. Maar ook om het nemen van verantwoordelijkheid. Wie is waarop aan te spreken? Dat is denk ik heel belangrijk. En het versterken van de rol van burgers. Hun inspraak, hun autonomie en ook het mogelijk maken van dat ze zelf ook verantwoordelijkheid kunnen nemen in dit proces. En dan zou je inderdaad wat de samenleving zelf doet met de technologie en de representatieve democratie elkaar heel goed kunnen laten versterken. Nou, hoe laten we onze... Dit gaat eigenlijk vooral over de rol van de... Excuus, zou ik je mogen vragen om af te ronden? Ja, ik heb 1 minuutje. Graag. Ja? Dit gaat eigenlijk vooral over de rol van de overheid en de politiek. Challeng heeft natuurlijk het verhaal geschetst over de technologie zelf en wat het voor gevolgen heeft. En de vragen die daarbij natuurlijk ook zijn is, hoe laten we onze democratie leidend zijn voor de ontwikkeling van technologie? Kunnen we eigenlijk überhaupt besluiten om bepaalde technologie niet te ontwikkelen of niet toe te passen? En als we dat beslissen, gebeurt het dan niet toch elders? Kunnen we de invloed van technologie op ons dagelijks leven beheersen? En hoe kun je dat als politiek ook voor elkaar krijgen? Ik verwacht niet dat we daar vanmiddag allemaal al een antwoord op krijgen. Maar ik denk dat het heel goed is dat we zo meteen die grote vragen een beetje kleiner maken door op 2 onderwerpen in te zoomen. De zorg en de arbeidsmarkt. Zodat we dat als een soort denkoefening voor hoe je met die vragen om kan gaan. En ik hoop heel erg dat het dat allemaal ook input geeft voor het politieke debat straks. Waar iedereen inderdaad ook vanuit de eigen politieke visie er misschien anders naar kijkt. En ik hoop dat dat ons allemaal verder brengt bij een debat nog. En in onze partij en hopelijk ook hier verder in de Eerste Kamer. Ik wens ons allen een inspirerende middag toe. Dankjewel.